Zie je, you know he mean business. Hij proeft, hij weet, hij mist komijn. Yes, mensen. Ik wil jullie weer heel erg welkom heten. We zijn hier weer bij Koken met Klik. En ik ben hier met niemand minder dan Martisano. En ik zie al heel wat dingetjes liggen. Hij heeft me niet verteld wat hij gaat maken. Maar ik heb het gevoel dat het volledig plant-based wordt. Dus vertel me, heb ik dat goed? Dat klopt, dat heb je heel goed gezien. Dat heb ik heel goed gezien. Oké, nou, ik ben helemaal niet bekend met plant-based. Gewoon totaal niet. Dus ik ga ook niet de moeite doen om te raden wat het wordt. Vertel het me, zeg het maar. Nou, ik ga vandaag een pompoensoep klaarmaken. Oké, pompoensoep. En hoe noemde je die ook alweer? Sperziebonen. Sperziebonen, gerold in bacon. Plant-based bacon. Plant-based bacon. Oké, zie je, dit is allemaal super nieuw voor me. Dus je gaat me echt doorheen moeten coachen, maar we gaan het gewoon doen. Je bent al begonnen met een paar dingetjes snijden. Ja, ik heb al wat voorbereidingswerk gedaan. Ik heb hier een fles pompoen, die heb ik al door het midden gesneden. En je mag voor mij de pitten eruit halen met een lepel. Met een lepel, oké. Ja. Dus die gaan we gewoon uithollen? Ja. Oké. Die mag je hierin doen. Oh, dat gaan we daarin doen. Kijk, ik heb het hem net al zien doen, want ik eet niet zo heel vaak pompoen. Dus zie je, kijk, dit deed jij net niet. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik al wat voorbereidingswerk gedaan. Op de vlakke kant. En dan lekker wat plakjes snijden. Dan krijg je dit soort plakjes. En vervolgens, Janet, die maken we blokjes van. Yes. Wil jij dat proberen? Ja hoor. Dat moet bedenken, de rest hierbij. En hoe lang eet je al plant-based? 4 jaar. 4 jaar? Ja. Dit is gewoon echt the way of life. Zeker. Ik moet zeggen, kijk, ik denk dat dit gewoon echt meant to be was. Want heel veel mensen proberen me te overtuigen van deze way of life. En ik heb eerlijk gezegd een beetje mijn ogen ervoor gesloten. Maar vandaag word ik ermee geconfronteerd. En we gaan kijken of het wat voor mij is. Maar dan moet het wel betekenen dat het gewoon echt wel lekker is. Het is zeker lekker. Ja, daarom. Je hoort het. Ik heb nog een beetje mijn bedenkingen. Maar nou ja, de smaken bepaalt, hè? Ja, dat zijn zo. De kruiden die je gebruikt. Dat bepaalt uiteindelijk of het lekker is of niet. Ja, we hebben verder winterpijn. Uh-huh. Die kan je ook van mij schillen. Ja. Soms haal ik het ook niet altijd eraf, want daar zit toch het meeste vitamines eromheen. Ja, dat staat bij elk schil, hè? En dat is trouwens bij de pompoen ook, hè? Je kan hem eraf schillen. Ik heb ervoor gekozen om het niet af te schillen, omdat in de schil zit ook heel veel vitamines. Uh-huh. Snij je gewoon lekker wat blokjes. Hey, wat we gaan doen, we gaan eerst knoflook snijden. Yes. En zometeen ook wat uitjes. Okay. En dan gaan we dat lekker bakken. Ja. En dan gooien we wat we net gesneden hebben, dus de peen en de pompoen gooien we erbij. En die bakken we eventjes een klein 5 minuutjes mee. En daarna doen we wat bouillonwater bij. En dan gaan we lekker een soep van maken. Oké. Vroeger zaten we te pellen natuurlijk. Zo. Maar tegenwoordig, op jaren, zet je mes erop. En je perst hem zo. Oh, maar met die vel eraan. Yes. Zie je, je leert ons dingen. Ik doe dit ook, maar nooit met dat ding eraan. Oké. Ja, slimmer, handiger. En voor de bite, de extra smaak, ga ik koning oesterzwam gebruiken. Champignons is sowieso de beste vleesvervanger die er ooit is. Bijna bij alle gerechten die ik klaarmaak, gebruik ik champignons. Normale champignons, shiitake of oesterzwam. Deze, king oesterzwam. Ik snij de kop eraf. Uh-huh. Deze bewaar ik, want die ga ik gebruiken voor een ander gerecht. Niet vandaag, maar binnenkort. Fijn. En dan zou ik ze nog door drieën of zo. Nog door drieën, ja. Dus zeg maar zo. Juist. Oké. Aan de ei snijden. Yes. Oh, maar ik zie, je doet hem niet helemaal er doorheen. Oh, nee. Nou, je hebt ook een techniek hoor. Ja, dit doe ik allemaal niet. En dan kan je mooi. Zo. Dus ik zag jou zo doen. Ik zal maar deze kant vasthouden, dan kan je prima. Zo. Juist. En dan moest je hem hier. Voorzichtig. 2 keer deze, hè? Ja. Heel voorzichtig. En dan doen we hem zo. Zo! Ik ga het thuis ook doen. Mijn moeder gaat denken: waar heb je dit geleerd? Ik ga even de pan opwarmen met olie. Yes. Je mag een beetje olie bij doen. We gaan er een beetje olie bij doen. Zo. Yes. Oké, nu staat dit aan. Ja. Vertel. Dit kan erbij. Yes.
Dus je hebt de uien erbij gedaan en je hebt de knoflook erbij gedaan. Ja, zal dat lukken? Klein beetje olie bij. Zeezout en paprika. Nou, wat ik nu ga doen is wat we vooraf hebben gesneden, ga ik erbij doen en die samen laten bakken. En dan doe ik zo meteen een beetje zeezout bij, paprika poeder, knoflook poeder. Dat is allemaal op gevoel. Soms zie je recepten met precies hoeveel zout erbij moet, hoeveel knoflook poeder erbij moet. Ik kook altijd op gevoel. De vorige aflevering had natuurlijk Minerva, die deed het ook allemaal een beetje op gevoel. Dat is toch gewoon de manier... Hoe je moet koken. Ja, toch? En dit laat je gewoon zo... Gewoon een paar minuutjes meebakken. Mm-hmm, ja. Zeezout, niet te veel. Af en toe een beetje roeren, anders gaat hij aanbranden. Maar ik moet nu zeggen, word je niet luier nou met het koken? Want je hebt steeds meer van die vegan take-out en dat soort dingen. Nee. Ik blijf maar bezig thuis. Er is wel één ding die ik wel vaak... gebruik van maak, dat is sushi, vegan sushi bestellen. Ah. Ja, de sushi meisjes. En dan maakt het echt niet uit of je nou plant-based eet of normale sushi. Alle sushis die zij hebben is perfect. Dat heb ik ook al van tevoren gedaan. Je hebt hier een pan met water, een liter. Als jij soep voor 8 personen gaat maken, dan zet je natuurlijk 1,5 tot 2 liter. Maar ik hou het bij 1 liter voor 3 à 4 personen. Voor bouillon gebruik ik 2 groentebouillon. Maar we zijn natuurlijk vandaag wel bezig met makkelijke gerechten en zo. Stel je voor je wil overstappen, is dat moeilijk, denk je? Ik heb alles in stappen genomen. Voordat ik helemaal plant-based ben gegaan, ben ik 2 jaar daarvoor ben ik gestopt met varkensvlees eten. Dus je zeg maar, die discipline heb je in een beetje opgebouwd. In fases. En op een gegeven moment ben ik gestopt met koemelk. Mm-hmm. Vandaag laten we zien, het kan ook gewoon makkelijk. Ik ga een beetje van het bouillon ga ik bijdoen. Oh, daarbij? Oké. Okay, ja. En dan mag jij pureren. Oké. Okay. Ja, aangezien het een soep wordt, dan moeten we wel een soep aan natuurlijk. Toch? Alles mag eruit, hè? Alles mag eruit. Je mag pureren. Oh ja, yes. Ook bij dit niet te voorzichtig. Gewoon... je gang gaan. Voor de mensen thuis, het moet nog een beetje hard zijn, hè, voordat je dit doet. Het mag een beetje hard zijn. Ja. Terwijl jij dat aan het doen, is er wat anders dat ik kan klaarmaken voor je? Ja hoor, je mag voor mij oesterzwam, die mag jij bakken. Dan hoeft bij deze dan geen olie, toch? Jawel. Wel een beetje olie? Mag een beetje olie bij je doen. Ja. Dan gewoon lekker bakken. Een beetje kruiden naar smaak bij doen. Je mag een beetje knoflookpoeder bij doen. Ja? Ja, ik doe altijd sowieso die knoflookpoeder heel veel. Doe een beetje paprika poeder bij. Terwijl die soep aan het pruttelen is. Shannon is bezig met king oesterzwam aan het bakken. En het duurt nog niet lang voordat het klaar is. Als de soep te dik is, kan je altijd water toevoegen. Blijf hem wat langer pureren, want het heeft nog niet de textuur die ik wil hebben dat hij heeft. Hij moet helemaal fijn zijn eigenlijk. In principe wel, ja. Misschien kunnen we de oven aanzetten. Ja. Voor verwarmen. Pompoensoep ga ik serveren met een lekkere ciabatta. Met een beetje olijfolie eroverheen. Oh, die doe je in de oven? Die gaat in de oven. Nou ja, oven is aan. Je mag... Dit brood mag je lekker in plakjes van 3 à 4 centimeter snijden. 3 à 4 centimeter. Ja. Dan gaan we zo meteen een beetje olijfolie opdoen. Dan gaat die eventjes de oven in. Die mag je op zijn platte kant leggen. Ja, mag je ze besprenkelen. Okay. Oeh, het is wel een beetje veel. Nee, is goed. Prima. Ja? Trek die gewoon lekker goed in. Nice. Oké, genoeg. Dan mag die de oven in. Yes. Dit doen we een klein 4 minuutjes, 2 minuutjes in de oven. En dan halen we hem straks eruit. Hey, even kijken, we hebben het brood hebben we in de oven. Ik ga even kijken hoe het zit met de soep. Lekker op zacht vuur. Prima. En dan gaan we eventjes volgende gerecht. Gerecht nummer 2. Ik weet ook helemaal nog niet waar dat... is dat... Dat is de snijbonen en spek. Vegan spek. Doorheen. Bacon. Ja, bacon. Juist. Vegan bacon. Ja. Yes. Helemaal goed. Ik heb al wat voorbereidend werk gedaan. Sperziebonen, kopjes heb ik eraf gesneden van beide kanten. Dit doe ik in het water. Ja. Kokend water. Doe ik even klein 10 minuutjes. Ja. Dan gaan we de spek eromheen draaien. Mm-hmm. Dan heb ik hier 28 stuks, als het goed is. Zo, je hebt het zo. You mean business here. Dan gaan we per 7 gaan we lekker een bacon eromheen draaien. Okay. En dan gaat die voor een klein 10 minuutjes de oven in. Oké, en dat is voor naast de soep ook? Bijvoorbeeld. Oké. Yes. Hier doe ik een klein beetje zeezout bij, puur voor de smaak. Hey, het brood mag eruit. Oh, brood mag eruit? Ja, brood mag eruit. Brood gaat zometeen weer de oven in.
mag je uitsmeren op het brood. Ja. Een beetje zo. Gewoon zo. Ja, lekker uitsmeren. Smaak lekker goed in gaat trekken. Zie je, dit is wel echt iets mijn zo. Die knoflookgeur is sowieso al lekker. En dan knoflook met brood. Oké, okay. Zo is alles gedaan, hè? Je had het niet gedaan. Ja. Yes. Oké, okay. Dan mag je weer terug. Doen we een minuutje of 2, 3. En dan kan hij eruit. Oh, deze. Ik vind wel, want je doet het allemaal met gevoel. Want ik had de vorige gast, die deed echt timers. Jij gaat lekker op gevoel. Dus wat zeg je gevoel over die snijbonen? Ik ga even doorheen prikken. Ja? Kijk hoe... Kijk, straks gaat hij de oven in, hè? Dus dan wordt hij ook zachter. Ja. Hij mag nog een beetje borrelen. Als je thuis bent, hoeveel tijd kun je ervoor uittrekken? Ik denk dat je het in... ik denk zeker 3 kwartier met goed voorbereidend werk. Ja hoor. Nice. Vaak als je gerechten klaar gaat maken, raad ik je aan om een dag van tevoren dingen klaar te maken. Dan... zit de smaak ook lekker erin. Ja, ik had eentje extra erbij moeten zetten, zodat ik kon proeven. Oh. Maar nu heb ik het exact, dus dan doe ik het met een vork. En natuurlijk als ik thuis ben, dan ga ik echt niet eentje extra erin. Dan eet ik juist 3, 4 extra. Maar het voelt goed. Dus deze kunnen we uitzetten en overgieten. En zo meteen... Oké. Ja, dan ga ik alvast de spek hier klaarleggen. Omdat dit natuurlijk een spek is van wat op basis van plantaardig is gemaakt, is het best wel lastig om het heel te houden. Het is niet als een varkensspek dat je zo even eruit kunt halen en neerleggen. Dus dit moet je echt met heel veel voorzichtigheid eruit halen. Wil je het heel houden? We hebben 28 stukjes, delen door 4. Dit is voor ongeveer 4 personen. Dan gebruik ik ook 4 spekjes. We mogen reclame maken, toch? Ik heb geen aandeel of zo, maar vegetarische slager. Goeie smaak. Ruik eens. Ik, ha? Wat ruik je? Vertel even aan de kijkers wat je ruikt. Ha, ik ruik denk ik gewoon spek, toch? Niet? Mag ik ruiken? Ja. Ha? Net op tijd. Even niet op te letten. Is het brood... knapperig dan dit. Hey, ik ga alvast hier een beetje olijfolie hierin doen. Normaal gesproken gebruik ik boter, weet je wel. Dan smeer ik het uit, zodat het zometeen erin niet gaat plakken. Beetje olijfolie. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dit niet eerder gemaakt. Dus het rollen, dan ga je zelf zien dat het rollen een beetje... Het wordt een ding. Het wordt een ding. Het wordt een leuke uitdaging. Je zet me in en maar dat maakt niet uit. Dat komt helemaal We komen goed. Er samen wel aan. Ja, toch? En dan per 7. Dat kan je ook met asperge doen. En ik denk dat als deze zo uit de oven komen, dat ze ook echt vet mooi eruit zien. Kijk, I did it! Dan leggen we ze een beetje uit elkaar. Dan doen we zo meteen een beetje zeezout eroverheen. Zie hier links van mij rozemarijn. Doen we ook een beetje erbij. En dan kan die lekker de oven in. Voor een klein 10 minuutjes. Kijk, daar komt de zout weer. Sorry mensen, ik kan er echt niks aan doen. Normaal gesproken zou ik het niet moeten doen, want de bacon is al zout genoeg, dus... Ja, bij deze bacon ook? Die is ook gewoon zout, ja? Ja, zeker. Mm. Maar toch, ik kan het niet laten. En dan doe ik een beetje rozemarijn bij. Deze was ready om in de oven te gaan? Ja, die is ready. Nou, wat ik probeer altijd mijn groenten te wassen, want je weet maar nooit waar het vandaan komt. Ja. Waar het onder heeft gelegen. Alleen champignons kun je niet wassen natuurlijk, want die zijn al vochtig en die neemt vocht op. Op het moment dat je gaat bakken, dan wordt één nest die gebeuren. Wat is dit? Dit is bieslook. Ja, bieslook. Ja. Dat is niet iets wat ik zelf in de winkel zou kopen of zo. En die bieslook was... Over finishing touch. Ja. Nou, dit gaat echt de eerste keer voor mij worden dat ik me volledig overgave ga geven aan die plant-based lifestyle. Dus we gaan kijken. Ja, ik hoop dat de soep. Ik heb het niet eens geproefd. Dat is Normaal wel. Proef ik het thuis wel. Wat vind je? Hij is pittig. Ik mis wel iets. Komijn.
Zie je, heel belangrijk mensen. Blijf proeven. Yes. Ja, kijk eens. Had je die er al in gedaan? Of? Nee. Ah, helemaal zie je? Niet. Dus dan merk je, oh. Zie je, you know he mean business. Hij proeft, hij weet, hij mist komijn. Dit is zoeken naar het gevoel, want ik heb net een klein beetje geproefd. Ik hoop dat dit niet te veel is. Meestal zeggen ze als je het eten ruikt, dan kun je al achterhalen of het lekker gaat zijn of niet, hè? Je mag het ruiken. Ik ga stuk. Oh ja, maar dit ruikt wel lekker. Ja? Het ruikt, ja, het ruikt wel echt lekker. Nou, ja. Volgens mij is al het knoflook is op, hè? Ik ook misschien wat lekker knoflook bij kunnen doen. Ja, ik wou dan zeggen. Oh, kijk. Redder in nood. Gaan we erbij doen. Laatste, bij het brood. Nee, nog bij, bij de. Goeie. Laatste 5 minuutjes. Dat ga je er gewoon zo bij gooien? Ja. Oh, ik ruik wel echt. Volgens mij is het die rozemarijn. Kan je daar niet tegen? Of, Nee, jawel. Ja. Maar ook weer zoiets. Ik zou dat, daar kook ik echt niet zelf mee of zo. Want dat is niet, mijn moeder heeft dat niet. Het is niet dat ik daarmee ben omgegroeid. Ik ook niet. Kijk, gaandeweg ga je gewoon dingen uitproberen. Ja. Weet je, en dan merk je dat ook wel lekker is. Of kan zijn. Ja, ik zie het wel altijd bij Masterchef. Daar gebruiken ze deze dingen. Hey, ik moet zeggen, ik heb heel veel mensen overgehaald om plant-based te gaan. Ja, zie je? Ik denk misschien gaat er iets gebeuren hier. Er is iemand die ik ooit hierover heb verteld. Ik ben 3 jaar geleden zijn we verhuisd. Ja. En diegene is bij mij thuis wat komen maken. En ik vertelde hem over wat ik eet en hoe ik dat doe. Ja. Hij is het voor een klein 1 of 2 weken gaan proberen. En die man eet nog steeds voornamelijk plant-based. Hij is wel overgestapt naar vis, maar geen vlees. Ook geen zuivel en zo. Ja. Daarom, ik hoop echt dat die change voor mij nog komt. Het is eigenlijk gewoon beter. Het is gewoon veel beter. Ik hoop echt dat die voor mij nog komt. Wie weet is dit moment. Alles op zijn tijd. Toch? Ja. Mensen, jullie hebben het de hele tijd gehoord. Ik eet dit soort dingen normaal niet, maar het ruikt lekker. Oh, hier. Dat maakt niet uit. Ja, Masterchef hebben ze ook die laatste, dat ze die wipe down. Maar die laat ik erop. Ik vind dat mooi. Oh, dat is de art. Ja. Ik weet al precies hoe jij was op school. Ja. Oh, ik heb niet geleerd. Ik ga echt een slecht cijfer krijgen en dan krijgt hij een 10. Ja, je was echt te gestrest voor dit. Kijk wat voor opmaak die doet, alsof die in Masterchef zit. Dan komt die zout weer. Sorry jongens, ik kan er niks aan doen. Een beetje olijfolie eroverheen. Mag ik doen? Yes. Ja? Top, dit is het. Aan jou de eer om. Aan mij de eer. Ja. Oh, maar het is lekker. Ja? Het is lekker. Het is echt lekker. Mensen, als jullie niet gewend zijn, ik ga het ook proberen met. Wil jij niet proeven? Jij hebt het gemaakt. Ik ga ook met een beetje brood proberen. Crunchy. It's good. Ik ben een beetje in shock, mensen. Dit is helemaal zonder dierlijke producten. Oh, we missen trouwens nog wat. Hey, ik hoorde al iets van, hey jongens, ik ben hier ook nog. Ik eet gewoon lekker door. Deze heb je zelf nooit gemaakt. Deze heb ik nooit eerder gemaakt. Wel geproefd. Ook niet. Oh, oké. Okay. Dus aan jou de eer nee, om nee. het... Nee, aan ons allebei dan de eer. Oké. Okay. Nou, die moeten we samen doen dan. Ik leef aan de edge. Voorzichtig, voorzichtig. Ik zou eerst een paar keer blazen, goed blazen. Want... Ik wil het niet op mijn geweten hebben. Nee, tuurlijk niet. Dat is wel echt mee hoor. Gewoon zo. Mm-hmm. Hij snijdt het over. 220 graden, je gaat gewoon hup. Wauw. Mm-hmm.
Het is lekker. Die texture is wel iets anders, maar de smaak is wel the same. Klopt. Nou, ik wil je heel erg bedanken. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En we komen jou nog tegen in de volgende aflevering. Yes. Dan wil ik jullie sowieso bedanken voor het kijken. Probeer het absoluut geheid thuis nog een keer uit. En laat ons in de comments weten wat je ervan vindt. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei! Ciao!